Ja, zo zie ik dus over 4-5 maanden dus niet meer uit, hè. Dan ben ik een stuk strakker. En dan voel ik me minder schaamd voor mijn lichaam. Dan kan ik vaak gewoon zo op het strand pareren. Ik ben met een personal trainer heel veel afgevallen. Nou wil ik ook gaan beginnen. Maar waar begint het eigenlijk? Is het discipline of is het veel geld hebben voor een personal trainer? Discipline. Ja. Ja, ik voel het echt stromen aan deze kant, zeg maar. Dat die erin gingen voelde ik niet. En nu. Ja. Wij zijn dat niet gewend hier natuurlijk. Nee. Oh ja. Nee. Dat is koud. Ik zal mijn voet erin steken. Ik heb hier een prachtig uitzicht over een binnenplein. Als je nou in de zaal staat, kan de gemiddelde bezoeker van een dansfeest nou horen of er een vrouw staat of een man staat? Dat denk ik niet. Dan heb ik verder niks aan te laten verbouwen. Ik heb er niks aan te laten doen. Ik ben overigens niet verbouwd. Ik ben degene die de PR-kant trekt. Hoppa. Het is op het Malieveld tussen de Molukkers, waar momenteel een manifestatie wordt gehouden voor de vrijlating van politieke Indonesische gevangenen. Zo, ik ben nu 24 uur verder. Ik klink als een Mongool. Toch? Ja, een beetje. Maar ik loop wel weer en ik. Je doet het nog? Ja. Welkom mijn voeten weer. Wat? Behind the scenes. Het is een vrijdagavond. En moet ik tot zaterdag, zondag blijven, sowieso. Omdat iedereen toch naast is en nu ik het viert, deed ik daar alleen niet doen. Maandag weer en dinsdag gaan we naar huis. Daar heb ik al gewoon gehoopt. Hoi. Ja. Ik kom hier ook mensen tegen die niet te weten wat ze aan toe zijn. Zoals Mirjam en mijn ouders gisteren. Maar aangezien met dit wij die dat weer doet en mijn stem niet al beter doet, is het mij toch een hele uitgang binnen 40 uur. Ja, ik
eigenlijk moet je dan even gaan zitten, hè? Want dat kan natuurlijk eigenlijk niet zo. Ga ik het zo eruit halen, ja. Dan zeg je, nou, dat is heel raar, ze doen dat allemaal maar zo staand op de gang. Ja, nou ja. Dat hoort niet. Nou. Het hoort niet zo staand op de gang. Je hoort het, het hoort niet staand op de gang. Zullen we dan maar even gaan zitten? Ja, we gaan zitten. Nou, ga maar naar uw kamer. Oh. Nee, ik ga alleen even kijken of die nog goed zit. Want als die niet goed zit meer, dan haal ik deze eruit. Dan laat ik deze zitten en haal ik die andere eruit. Is dat goed? Ja. Adrian, I didn't do it, Adrian! Is die weer hoog? 170, 122. Ja, jullie weten nog steeds waar het precies van is, toch? Nee, maar het zou mogelijk ook van de bloeding kunnen zijn. Ja. Ja. Dan moet het sowieso langzaam laag gaan. Ja, moet zich vanzelf, zeg maar, dat bloed moet zich vanzelf opruimen. Ja. En dan hoop je dat uiteindelijk de bloeddruk ook zakt. Even kijken hoor. Gisteren had ik ook moeten met lange stukken lezen. Ik kon eigenlijk alleen maar korte zinnen lezen. Drie alinea's zit ik daar lekker kwijt. En ik kon niet goed de letters zien. Maar nu, weer tot een dag later, dus zaterdagochtend, kan ik het weer beter. Ik leerde Frans kennen in 2007. Je verjaardagsfeest van de vriendin. Sta ik erop? Ja. Hoi. Ja, sta je in Leiden? Oh, dat doet het niet. Oh. Ik heb nog wat ervan zo dat ik mayonaise zeg maar van Shem. Oh? Ja? Nee, hoezo? Dus je wilde graag vanmorgen brood met mayonaise opgrijpen? Ja. Oh. Echt waar? Echt waar? Ik praat ervan. Ja, heerlijk. Dus het is nu 72 uur nu. Nee. Het is nu 24 dag. Vrijdag, zaterdag en zondag. Nou, de derde dag. Het is nu de tel kwijt. Nog een 72 uur. Dus het wordt 96 uur. Verwacht gewoon weer de auto zijn. Minder meer hoor. Is er vecht tussen, want dat. Ja, ik denk dat ik iedereen een plezier doe door even te knippen naar het volgende shot. Ik weet niet hoe het apparaat werkt, hoor ik doen hoor. Waar is dit voor? Het is om mijn penis. Les moet om je nek. Want dit wordt gecensureerd hoor. We gaan knippen. Zo hè. Knip. 4500. Nou, kijk het bewijs. Ja, staat erop. Ja? 145? 107. Onderdruk is wat hoog. Oké.
Zie. Ja, en want dit is nou wel goed hoor. Ja, prachtig. Wat is onderdruk? Wat is dat dan? Onderdruk is eigenlijk de druk van het vat als die helemaal open staat. Dat je geen tegendruk meer hebt. Oké. Okay. Ja, ik vind dat piepje dat. Slaat in mijn nek. Maar jullie daar nog steeds niet op toe omdat het van historical komt of van. Mooie medische vraag. Ik kan geen antwoord geven. Nee. Nee. Staangeld. Jezus. Het kramengeld van je in de kramen zetten. Dat is wel de beurt. Maar gewoon het geld helaas. Van de andere kant. Nou, de derde jaar, hier Johan Fok op bezoek. Ik heb al een probleem. Hier. Gebruik van je handen ja. In de stoel zitten en weer terug. Ja? In deze stoel? Ja, in deze stoel. En je mag ook niet met de handen op de bovenbenen. Ja, en dan pak je hem rustig terug. Ja? Ja? En dan ga je weer zitten en dan weer rustig terug. Helemaal goed. Ja, maar niet aan het kantje. Hetgene wat je hebt gedaan. Hij heeft allemaal een maximaal score. Dat is Lisa, dus ik zal nog even met je bespreken. Raak op dit moment. Deze ben ik benieuwd naar hoe jullie vinden dat het met hem gaat. Ja. Goed, beter. Dat, ja. Dat vind ik nu moeilijk te beantwoorden, omdat ik u natuurlijk ook nu voor de eerste keer zie eigenlijk. Hè. En als ik zo de staatsvoering lees ik wel dat ze wel tevreden zijn. Ja. Hoe groot is de kans dat er nog iets gebeurt, dat er nog iets misgaat in zijn hoofd? Ja. Kijk, het probleem is dat we nog niet weten wat de oorzaak is. En ik denk dat we eerst een MRI moeten hebben nog. En dan kunnen we daar beter uitspraken over doen. Maar gezien het feit dat hij nu zo goed is, neem ik aan dat we kunnen aannemen dat die kans een stuk kleiner is dan dat hij bijvoorbeeld 5 dagen geleden was. Ja, ik bedoel... Het kan zijn dat daar bijvoorbeeld een vaatkluwe zit, die nu nog door het bloed wordt dichtgedrukt. En als dat weer loskomt, het bloed wordt ook, dat het weer kan bloeden. En ik zeg wel, die kans, dat is heel moeilijk om dat te schatten. Dat kun je eigenlijk niet schatten, maar vandaar dat ik zeg, van ik zou eigenlijk rustig aan doen tot die MRI. Maar gewoon werken of voor alles? Of gewoon ik zou rustig aan gaan werken, maar niet lichamelijk heel veel activiteiten. Nee, met mijn werk is... vooral geestelijk, maar het bedrijf is om zoals kamerstatief vragen stellen en monteren. Dus lichamelijk geen zwaar meer. Nee, en dan zou ik daar, als u dat denkt dat u het aan kan, dat u daar rustig mee begint. Ja. Hoi. Goed, één momentje hoor. Goedemorgen. Hallo? Oh. Ja, toen staat er aan dat ik maar gauw valleed nog even naar de zaak gedaan gezegd. Van joh, luister even, ik ga dan naar de eerste hulp en ik heb niet dat morgen op te draaien. Zo. 2 van 3, ga beter. Ga beter? Ja, zeker. U mag in principe vandaag met ontslag. Wat ik al heb besproken met u, we hebben onderzoek gedaan naar het oog om te kijken of er langer bestaande hoge bloeddruk daarop te zien zijn, tekenen. Maar dat is niet zo. De urine is verder ook goed. Maar de bloeddrukken blijven desondanks toch nog wel wat hoog toen u hier de afgelopen dag op de afdeling bleef. Daarom heeft u nu dan de metoprolol, of de labetalol gekregen, 3 keer per dag. En wordt u nog op de poli van de interne dokters teruggezien. Want zij gaan dan de bloeddruk in de gaten houden. Maar is het al duidelijk dat de bloedstorting in mijn hoofd komt door hoge bloeddruk? Nee, nog niet helemaal duidelijk. Vandaar dat we nu de bloeddruk ook in de gaten houden. Okay. En heb ik de huisarts ook gevraagd om de bloeddruk bij u te controleren. En... Maar wat de kans dat ik terugkom, want ik heb voor gisteren al een beetje al gehad, dat is dus niet te zeggen. Nee, dat is niet te zeggen. De kans is bij u iets hoger dan bijvoorbeeld bij mij, omdat u al eenmaal een bloeding heeft doorgemaakt in het hoofd. Maar dat betekent niet dat betekent dat u een tweede keer een bloeding doormaakt. Ik zie zelden mensen die dan terugkomen met een tweede bloeding. Oké, dat is goed nieuws. Het is goed nieuws. Ja, ik ben weg. Dus, ja.
There's always room in life for this.